Deze week werd bekend dat Martijn Tusveld de overstap maakt naar de World Tour. Na een jaar bij Europot Nederlandse Loterij trekt hij volgend seizoen het shirt aan van Team Sunweb. Voor de 23-jarige Tusveld een droom die uitkomt. Ik moet het ook echt wel hebben van klimkoersen. En ik heb echt de droom om grote rondes te rijden uiteindelijk. En dat kan ik daar wel rijden natuurlijk. Tusveld mocht vorig jaar al eens proeven van de World Tour als stagiair bij de ploeg. Maar een contract zat er toen niet in. Ik had mezelf al ingeschreven voor een studie. Maar toen kwam Roompot wel snel en toen heb ik dat toch wel afgezegd. En nou, uiteindelijk heb ik wel dankzij Roompot gewoon op een hoger niveau kunnen rijden. En wel laten zien dat ik het aan kan. Want met welke prestaties heb jij eigenlijk weer opnieuw in die kijker gereden bij Sunweb, denk jij zelf? Voornamelijk wel in Zwitserland en Oostenrijk, denk ik. Misschien het NK tijdrijden ook nog wel. Maar voornamelijk denk ik, heb ik laten zien dat ik ook gewoon met een hoger niveau ook goed mee kan. Dat is natuurlijk lastig te zeggen als je op continentaal niveau altijd rijdt. En nu had ik dan de kans om Zwitserland te rijden en ja, dat ging gewoon goed. Bij Sunweb zien ze intussen valt vooral een jongen voor het rondewerk. Als alles goed gaat, maakt hij volgend seizoen al zijn debuut in een grote ronde. Misschien de Giro of de Vuelta. En dan zien ze me wel als een ronde renner die in ieder geval eerste jaren kan helpen. Misschien voor Dumoulin helpen. Ligt natuurlijk aan welke ronde die ik volgend jaar rijd, maar dat zou wel heel mooi zijn. Mooi vooruitzicht. Ja, ik heb er heel veel zin in. Nou, nu hebben we natuurlijk nog even het einde van het seizoen te doen. Ook hier natuurlijk met een mooie ronde nog. Maar daarna heb ik er heel veel zin in volgend jaar.